Dat je scoort in de wedstrijd, dat is eigenlijk niet meer verrassend, hè? Nou ja, je weet natuurlijk niet of je kan scoren of de momenten er komen, maar ja, met mijn snelheid en de steekballen van de jongens op het middenveld en achterin krijg je altijd wel kansen. En tot nu toe heb ik het elke wedstrijd wel laten zien dat ik een doelpuntje kan maken, ja. Jesse Wenners, die namen ken ik nog herinneren van Hollandia. Je bent nu teruggekomen bij Medemblik, maar ja, je woont ook in Medemblik. Ja, klopt, ja, ik ben even terug op het oude nest. Ik heb 2 jaar bij Hollandia in het eerste gevoetbald. En ja, ik ben nu terug bij Medemblik en nu sta ik hier in de voorhoede. Ja. 72e minuut en de 74e minuut maak jij een doelpunt tegen vierde paal. Ja. Wat een juweeltje. Ja, toch. Ja, het was een mooie assist sowieso van Bijlstra. Maar als de trein helemaal loopt, dan loopt hij. En als ik eenmaal scoor, dan scoor ik daarna meestal nog wel een keer. Meestal in de tweede helft komen we helemaal los. Ik weet niet wat het is. Ja, die ballen over de lengte, die komen dan bij jou. Ja, dat is het heel makkelijk scoren. Welk de allerlaatste bedoelt u? Ja. Nou ja, lastig. Ik kreeg hem inderdaad. En Jesse liep naast mij ook nog wel redelijk vrij. Maar ja, ik dacht, een tegenstander in zijn rug. Dat lastig om die bal dan nog op maat te geven. Dus ik schoot via de binnenkant van de paal schoot ik hem binnen. Ik dacht eigenlijk eerst al eerder al aan 4-4 als aan een 5-3. Ja, nou ja, op dat moment nog niet. Want we stonden natuurlijk 4-3 stonden we inderdaad. Dus dan had het eerder 4-4 geworden. Hè. Het was nog wel eventjes billen knijpen, maar uiteindelijk hebben we het geklaard. Had je verwacht ten opzichte van vorig seizoen met 4-1 verliezen thuis en 5-1 verliezen hier van West-Friese, dat je dus nu zo glorieus bovenaan zou staan? Nou, zo niet inderdaad, maar we wouden ons gewoon veilig spelen dit seizoen inderdaad. En uiteindelijk doen we het nu hartstikke goed, nog ongeslagen. En uiteindelijk als je hierheen gaat, dan wil je die gasten 100% opvreten. En daar gingen we ook voor, dus het is ons gelukt. Ik kan me nog herinneren een wedstrijd tegen Howard. Je knipperde met de ogen en het was Woudenberg en jij die al 3-0 scoorden. Nou, een juweeltje van Woudenberg, hè? Die zat ik heel goed in, ja. Dat was een hele mooie. Wat Jesse ook wel vaker zegt, als hij scoort zijn het hele mooie doelpunten vaak, ja. Gefeliciteerd, Jesse. Ja, dankjewel. En we spreken elkaar zeker nog een keertje, want jij scoort al een tijd. Komt goed, nou Jesse ook.